Hippies, hallo, ik ben nou terug. Ik wil nou een game gaan spelen. Dat is dus The Haunted. The Haunted Hospital. En we zijn nou hier in de kantine of in de keuken van het ziekenhuis. Alle mensen zitten te wachten. En sommigen doen kaarten en sommigen zitten te hangen. En ik moet dus iets gaan oplossen hier. Maar alle deuren zitten dicht. En ik kan er niet uit. Dus there is no escape. Echt waar, no escape. Nou ben ik op het bord aan het kijken. Maar niet zoveel interessant, denk ik. Nou, eventjes naar het toilet kijken. Daar is ook niks bijzonders te zien. Andere toiletten zitten dicht. Er zit iemand in of zo, ik weet ook niet. Ja, hier is niks te beleven. Ik kan al mensen niet aanspreken, want ze zeggen toch niks. In real life is dat ook zo. Ik zie hier wel een paar mensen lopen. Die ook hier zijn verstrand. Maar in de keuken kan ik ook al niet komen. Een Spaanse meisje zit daar te kijken. Iemand met een zaklamp. En ik heb een Badge Award verdiend. Hoe vet is dat? Ja. Daar komt nog iemand om een raadsel op te lossen, of die gaat dan weer weg. By the way. Niemand kletst hier met elkaar, iemand zit gewoon naar voor elkaar uit te staren. Maar er staat wel iets te gebeuren. Maar wat? Dat weet ik niet. Welke creepy place er is. Even mijn zaklamp uitproberen. Doet hij het? Ja, ik heb licht. Dus als het licht uitvalt, kan ik daar dus mijn zaklamp tevoorschijn halen. 1, 2, 3, Michael. Hoi, Michael. Even weer nog een keer inspecteren. Alles gaat goed. Ja. Mensen blijven maar gewoon zitten. Ja, er valt niks te bijzonders te beleven. En wat moet ik hier nou uitvoeren? Geen idee.
How creepy place it is. Er kan niemand uit. Niemand in. Ik heb wel twee dingen. Dat is een zaklamp. En een sleutel. What's going on? Even kijken naar de kaarten. We zijn aan het kaarten. Wat voor kaarten hebben de tegenspelers? Vraag ik me af. Geen idee. Ik weet het ook niet. What's going on? Wat hoor ik nou? Ik hoor geritsel. Hoorden jullie dat ook? Ja. Wat is dat? Oh mijn god. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt.